Ali H. werd enkele maanden na de moord in mei 1999 oppakt in Istanbul. Na een DNA-test werd de Irakees vrijlitten. Verline hier verklaren verskate tjoegen dat de politie de verkeerde Ali H. arresteert hier. Het Iepmeer ministerie had vervolgens actie ondernomen. Als het zo zou zijn, en wij hebben op dit moment geen reden om daaraan te twijfelen, dat er nog een tweede Ali H. zou zijn. En daar combineer ik mee dat er ook niet de juiste van de juiste Ali H. Vingerafdrukken en DNA is afgenomen. Dan gaan wij daarmee aan de slag. En ik kan u aangeven dat wij daar al mee aan de slag zijn. De resultaten van het justitieel onderzoek werden man gepresenteerd. Marianne Vaatsa werd op 1 mei 1999 verkracht en om het leven bracht bij Van Kleester. Op internet werd op verskate sites omdenken joen om deze moordzaak. Op klokkenluideronline.nl werd de 24-jarige Stefanie uit Kolm opvierd als de belangrijkste tjoege. Zij zou sjoen haar, waard Marianne in een auto ontvierd en vervolgens verkrachtte haar. Stefanie is na dit internetbericht geregeld bedriegen. Omdat het verhaal op internet net kloppert, had ze ongeëfte dien van smaad en laster tsjin de website.